Ik weet dat het afgelopen jaar niet makkelijk voor jou is geweest. Corona en alle gevolgen nadien hebben jou ongetwijfeld geraakt. Maar weet dat je niet alleen bent. Onze Vader ziet jou en hoort jou en Hij kent je struggles. En Hij zal herstel in jou en jouw familie brengen. God knows you by name and He looks favorably on you. You see, He has written your name on the palms of His hands. Do not be afraid. I have very good news for you. News that is going to make everyone very, very happy. En toch staan we juist nu, in deze donkere dagen stil, bij het mooiste liefdesverhaal dat ooit geschreven is. Een verhaal over geloof, hoop en liefde. En de Bijbel zegt dat God zoveel liefde voor jou heeft, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat iedereen die in Hem gelooft, niet zal sterven, maar eeuwig zal leven. Forever and ever and ever. His goodness and mercy shall follow you all the days of your life and you will live in the house of the Lord forever. God laat zijn liefde op deze manier aan jou zien. En weet je, jij bent het goede nieuws, want God werkt door jou heen en jij mag zijn liefde doorgeven. Yes, you are. You are chosen. You are named. You are created. You are free and you are victorious. You are healed. You are strong. You are strong. You are strong. You are strong. You are forgiven. You are complete. You are complete in Him. You are complete. You are a temple. You are His temple. And you are a light of this world. En Jezus Christus is in de wereld gekomen om iedereen te verlichten. En iedereen die in Hem gelooft, mag een kind van de Allerhoogste genoemd worden. Iedereen. En je hoeft niet populair te zijn of veel volgers te hebben. Jij mag het licht uitdragen. En jij mag het voorbeeld van Jezus volgen. There is hope in the Lord. For in the Lord there is unfailing love. Kerst is een feest van hoop. Want de komst van de Heere Jezus veranderde alles. Er is weer hoop. Want de Heere Jezus is onze redder. There is love. He is love. En je bent geliefd en gezien door de redder van deze wereld. En ik wil je vandaag bemoedigen met deze boodschap van hoop, liefde en geloof. You are loved. You are loved. Don't you see it? You are loved. You are loved. En open je hart en je ogen en leer te vertrouwen wat God door jou heen wil doen. Tot zegen van alle mensen. The good news is that there is love and there is hope. And the greatest of this is love. Jesus brings love and hope. Go there in the world and tell everybody about this wonderful news.